Ja, Crescencio, teleurstellend resultaat uiteindelijk, maar als we dan toch een lichtpuntje mogen benoemen, is het jouw spel wel? Ja, het zou mooier zijn met de winst. Ik ben wel blij met de trainer, de vertrouwen die hij me heeft gegeven. Ja, alleen een basisdebuut is mooier als je hem wint. Het resultaat is alleen jammer. Ja, je speelde vogelvrij eigenlijk. Is dat hoe je het liefste speelt? Ja, zeker. Ik ga sowieso met niks in mijn hoofd het veld in. Ik probeer gewoon het beste te maken en gewoon doen waar ik goed in ben. Acties maken en mijn spitsen bedienen. Ja, je zegt het altijd mooier geweest als we 3 punten hadden gehaald hier. Hoe voel je dat in het veld, het verloop van de wedstrijd? Ja, ik vond wel dat wij heel goed begonnen aan de wedstrijd. Alleen ja, de kansjes kwamen niet echt goed terecht, zeg maar. En AZ krijgt 1 kans, een penalty. We hebben 2 kansen, een penalty en een kans. En die maken ze gelijk af. Ja, hoe zuur is het dan dat je zelf niet de 3 punten binnenhoudt hier? Is heel zuur. Alleen ja, we gaan er ook gewoon op terugkomen deze wedstrijd. We hebben het heel goed gedaan. Een paar dingen gingen ook wat minder. Maar daar gaan we aan werken en gewoon volgende week Emma uit. Hoop ik dat we de 3 punten pakken.